Goedemorgen, gemeente. Ik hoop dat je wakker bent. Zal wel, anders zit je niet te kijken. En hopelijk heb je ook een lekker kopje koffie, thee, beschuitje erbij. We gaan heerlijk genieten weer van deze online dienst. Veel zegen, veel plezier. En laat je gewoon verrassen door God, zou ik zeggen. Nou, ik wil beginnen met een mooi tekst. Uit Psalm 28, vers 7. Daar staat: de Heere is mijn kracht, mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd. En ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde. En zal ik hem met mijn lied loven. Nou, geweldige tekst toch? We gaan zo kijken naar de familie Piessens. En daar zul je ook heel veel plezier gaan zien. En heel veel moois wat God in dat gezin heeft gelegd. En wat ook weer te maken heeft met deze prachtige tekst. Dus familie Piessens, hartstikke leuk om jullie weer te zien op de video. En we gaan van jullie genieten. Hoi gemeente, wat leuk om zo wat te vertellen vanuit de familie Piessens. Voor degenen die ons nog niet kennen, mevrouw Angelique, dus Mireille, Niek en Leonor en ik ben Philippe. We moeten als eerste zeggen dat we wel de gemeente missen. En vooral het samen zingen en mij door de kinderdienst. En afgelopen tijd was ook een bittere tijd, de coronatijd, de lockdown. Ik heb veel thuis gewerkt. Het was best wel druk thuis, pittig, maar ook weer hartstikke gezellig om zoveel samen te zijn. En nu zijn we van de meiden ook in de school. Het is weer even andere tijd. Het is even heel kort vanaf mijn kant, Angelique. Ja, voor mij was de corona-quarantaine-tijd best een bijzondere tijd ook. Dat was heel raar voor iedereen, voor ons ook om te wennen, om nergens meer naartoe te kunnen en thuis school te hebben. Maar het was voor mij ook wel een soort van, ik leef zelf al ongeveer 3 jaar in een soort quarantaine vanwege mijn gezondheid. Dus het was nu wel, het voelde als, nu overkomt iedereen dat zeg maar, een soort saamhorigheidsgevoel gaf het mij ook wel. Van iedereen wordt nu stilgezet en gaat op een rustige manier leven. Dat vond ik bijzonder om te ervaren. Ja. En de kids hadden natuurlijk thuis school. En Leonor, wat vond je daarvan? Niet zo leuk, maar het ging wel goed. Niet zo leuk, maar het ging wel goed. Ik vind het wel leuk. Vond jij het ook leuk, Niek? En Niek vond het heel erg leuk, want zijn zussen dan heel veel thuis waren. Niek vond het heel leuk dat zijn zussen thuis waren. Ik vond het ook leuk dat ik kon uitslapen. En je kon uitslapen? Ja. Gewoon een beetje later opstaan, later aan school beginnen. Lekker meer vrije tijd voor jezelf. Ja. En Mireille, jij zit in groep 8. Wat ben je dan aan het doen? Nee. Vertel eens wat over. We zijn heel veel aan het oefenen voor de musical. Scènes opnemen en oefenen. Heel erg veel. Ja. Niet op kamp helaas, maar je gaat wel een dagje naar... Een dagje naar Duinbuil en slapen op school. En we worden een feestje genoemd in de klas. De afscheidsfeestjes gaan we ook nog heen. Ja. En je kan ook niet meer sporten, jij zit normaal op... Dansen. En Leonor zit op... Turnen. Maar Leonor heeft wel heel veel turnkunsten geoefend thuis. Misschien kun je daar wat van laten zien. Ook oefenen. Gaan we naar buiten leven? Ja. Even wat binnen. En ze hebben ook heel veel op de trampoline gesprongen. Misschien kun je wat kunsten laten zien, Leonor. Ja, lekker springen. Mireille en Niek, kunnen we ook even bij? Ah, Mireille, oh ja, Mireille die wil nog even wat dansen laten zien. Want dat heeft ze ook lekker geoefend ondertussen. Ja, nou zeggen we nog even dag met z'n allen. Ja.
Doei! 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 Yes, nou, hartstikke gaaf hè, om de familie Piesing zo weer te zien. Ook de kinderen, Lenor, Mireille, hartstikke leuk. En als je goed opgelet hebt, dan zie je gewoon Lenor was aan het springen, Mireille was aan het dansen. En dat triggerde mij enorm. Vooral ook omdat ik die tekst die ik net heb gelezen, Psalm 28 vers 7. Hè, dat we dankbaar mogen zijn aan God. En dat we daar zelfs ook in mogen springen. Dat we mogen zingen van blijdschap. En kinderen zijn daar een geweldig voorbeeld in. En ik vond het prachtig om te zien. Dus laten wij ook gewoon die kansen benutten. Hè, nu we daar de tijd voor hebben in deze coronatijd. Om God te aanbidden. Wat de omstandigheden ook zijn. Er is genoeg om dankbaar voor te zijn. Er is genoeg om een lach op je gezicht te laten toveren. Omdat God goed is. En dat is gelijk ook een bruggetje naar ons volgende item. Hè, de challenge. Want we hebben gelukkig gezien dat er heel veel mensen hebben gereageerd. Met een leuke foto. Dus daar gaan we zo naar kijken. Veel plezier. Goedemorgen allemaal. Ja, hier ben ik met de challenge. Ik moet zeggen, het is echt super gegaan. Ik heb heel veel appjes gekregen. Heel veel mailtjes van jullie allemaal in het zonnetje. Laten we beginnen met de kinderen van Mark en Annemieke Ouwehand. Moet je eens kijken hoe lekker ze in de duinen ergens zitten. In ieder geval, als je ziet, zie je Luc en Sam, Sarah Lynn en je ziet Cheyenne. Dat is even leuk hè, om te zien. Hun nieuwe dochter, als je het zo kan zeggen. Nou, dan gaan we verder. Dan moet ik even op mijn mobiel spieken, want ik zeg het waren er heel veel. Mandy met Joy. Nou, en ze heeft wel een paar bestuurd. Die ziet er eentje op het bootje. Een vriend van hun heeft een bootje. Die mogen ze wel eens gebruiken. Of gaan ze wel eens in mee. En je ziet ze ook heerlijk genieten daarvan. En ik heb ook van Jaap Schaap een foto gekregen. De vader van Mandy. Die is heerlijk aan het mediteren op het strand, zoals hij zegt. En wat denk je van Corrie Schaap? Moet je eens kijken wat een vrolijke foto dit is. Nou, echt super gedaan. Dan heb je ook nog Ankie, die zit heerlijk in het zonnetje in de tuin een boek te lezen. En ook Arthur, als hij eventjes pauze heeft, als ze voor de van thuis werken, kan je ook lekker in de tuin zitten. En kijk eens, wie er op visite is geweest bij Ankie, dat is Nelleke de Groot. Dus hebben ze ook nog even snel een foto van gemaakt. Hartstikke leuk. Ik heb ook Ineke Westerdorp, die is in het kernteam belast met het maken van de notulen van de vergaderingen. Dus ze zit dat heerlijk aan de tuintafel in de parasol weliswaar. Maar toch heerlijk eventjes te doen. Ik heb Leni Zwanenburg, die zit niet zelf op de foto. Maar haar dochter met haar twee dochters, dus Leni's twee kleindochters, lekker in het zwembad in de tuin. Nou, dat is toch heerlijk hè, om te zien. Ik heb Barbara Verdoes, dat is een heerlijke, gezellige foto van haar met haar dochter. En ik kreeg ook nog van Willem Schutte en zijn vriendin Henrike een leuke zonnige foto waarbij ze vermelden dat ze ons erg missen. Nou, Willem en Henrike, we missen jullie ook. En dat geldt voor jullie allemaal. Als ik dan die foto's weer zo zie, dan denk ik, oh ja, ja, gek hè. Dan denk ik, oh ja, ja, precies. Die hoort er ook bij, natuurlijk. En als laatste heb ik Peter en Nelly Soneel. Peter en Nelly Soneel staan al in het zonnetje voor de caravan. Want ze zijn inmiddels op vakantie gegaan. Ze zijn eerst een paar dagjes in Groningen. En daarna vertrekken ze naar het hoge noorden toe. Naar Zweden, naar hun dochter. En de schoonzoon die dus gaat bevallen als het goed is. Dus we horen het goede nieuws vanzelf wel. Nou, dit waren al de foto's. Echt super bedankt dat jullie mee hebben gedaan. Ik vind het echt heel leuk om jullie appjes te krijgen en jullie mailtjes te krijgen. En natuurlijk is er weer een nieuwe challenge. Maar dat gaat Ton zo vertellen. Dus Ton, aan jou het woord. Nou, hartstikke gaaf. Weer een leuke challenge gehad. En dat slaat goed aan, zo ook te zien. Nou, we hebben weer een nieuwe challenge en die gooi ik er maar in. En dat is moppen tappen. Kijk, aangezien ik altijd hele flauwe moppen heb die bijna nooit aanslaan, heb ik wel gedacht van het zou leuk zijn dat jullie een leuke mop inspreken. Dus niet te lang, geen 10 minuten lang, maar gewoon korte moppen die leuk zijn. En stuur ze naar Emilia op en dan gaan we ongetwijfeld lachen volgende week. Yes. Wat ook lachen is... is financiën. Want positief geluid is, dat hebben we gezien, het mag ook genoemd worden dat de financiën, aangezien ten opzichte van vorig jaar, nou ja, redelijk gelijk lopen. Er zijn wat meer giften gegeven aan de achterkant. Dus we hebben wel gezien dat tijdens de zondagdiensten de collectes naar beneden zijn gegaan. Maar gelukkig is dat dus aan de achterkant is er wel meer gegeven. Dus super bedankt voor je gift, daar zijn we blij mee. Maar laten we daarmee doorgaan.
En laten we aan Gods Koninkrijk bouwen, ook vanmorgen weer. We geven niet aan nood of dat het moet, maar we geven omdat God goed is en dat Hij het waard is dat Hij ook iets van ons mag ontvangen. En dat is onze gift, financiële gift, is daar een onderdeel van. Ook een stuk aanbidding, dus doe dat met een blij hart en ik zegen je daarin. Ja, dankjewel voor je geven. Nogmaals, hartstikke blij mee. En bovenal, je maakt er God blij mee. Top. Hey, zoals nu al een paar weken in de online diensten te zien is, gaan we ook nu weer genieten van een stukje worship. Het is misschien één lied, maar laten we dat gewoon nemen, deze kans om God te aanbidden. Gewoon samen met je kids, of als je alleen bent, doe het alleen. Maar laten we gewoon genieten van God. Van Gods aanwezigheid. En we gaan kijken naar Johan en Romy. En ze zullen vast iets meer vertellen over welk lied ze gaan spelen met ons. Goedemorgen gemeente. Vandaag is ons kleine vriendje bij ons, Spikey. Of zoals ons neefje Casey zegt, Spijker. En we gaan vandaag weer een lied met jullie zingen. En het lied is geschreven door Rijer. En de titel van het lied is Ik weet hoe goed mijn God is. Dat we mogen beseffen dat door welke storm we ook gaan, dat we op Hem mogen blijven vertrouwen. Ja, en we willen God danken en eren voor wie Hij is, dat God goed is en dat God onvoorwaardelijke liefde voor ons heeft. En daar willen we over zingen. Dus zing of luister met ons mee. Ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is. U weet waar ik mee worstel en wat mij bezighoudt. Verborgen pijn en bitterheid. Ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed.
bent zo goed. U bent zo goed. Dank u wel. U bent zo groot. U bent zo groot. Halleluja. U bent zo groot. U bent zo groot. U bent God. Ik richt mijn ogen op u. En ik kijk naar uw gezicht. En alles om mij heen vervaagt. In uw liefdevolle licht. Want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn. Oké, nou, we gaan zo heerlijk luisteren naar Jan. Hè? Jan Valstar, we zijn blij met Jan. En misschien kun je Jan gewoon eens een keer een appje sturen of een mailtje. Hoe blij we zijn met Jan. Dat hij al zoveel jaren spreekt in het kruispunt. En ik vind het altijd een genot om naar hem te luisteren. Maar ja, bemoediging is altijd leuk. Dus laten we hem gewoon eens even bemoedigen. Ik weet dat Jan hier heel erg van houdt. Dus laten we dat gewoon doen. En Jan, we gaan luisteren naar wat God door je heen gaat spreken. Heel veel zegen, man. Nou Ton, het is natuurlijk leuk dat jij zegt, we gaan nu naar Jan, maar we gaan helemaal niet naar Jan, want het is vandaag Vaderdag. En vaders en Ton, we zijn jullie natuurlijk niet vergeten. We willen gewoon even aandacht schenken aan het feit dat dit vandaag Papadag is, Vaderdag. En we hopen dat jullie een heerlijk ontbijtje hebben gehad en natuurlijk gereedschap of nou wat krijg je als vader dan wel niet. Voor Vaderdag misschien een leuke papieren stropdas of iets dergelijks, maar... Nou ja, ik zou bijna zeggen van harte gefeliciteerd met Vaderdag. Ik heb een mooie tekst uit de Bijbel opgezocht. Dat gaat over een vader. In Psalm 103 vers 13 staat... Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. En ik wil jullie gewoon zegenen als vader. Misschien als toekomstige vader. Of misschien heb jij wel een droom om vader te worden. Misschien ben je opa. Of nou, in ieder geval elke man wil ik zegenen. Dat je liefdevol bent voor je kinderen... Of je kleinkinderen, of misschien de buurkinderen, of welke kinderen dan ook. En dat je mag zijn als je hemelse vader. En ik zegen je daar vandaag mee. En ik bid echt voor dat je een super mooie, vrolijke dag mag hebben. Met de kinderen om je heen. En nou ja, nu gaan we dus wel naar Jan Valstar. Goedemorgen gemeente. Ja, vorige keer dat ik hier sprak zaten we midden in de lockdown. Echt er middenin, in maart was dat geloof ik. En ja, de lockdown, dat is... Het was een interrente lockdown, hebben we dat zo genoemd, dat Nederland. Een heel leuk woord is dat, interrente lockdown. Want dat betekent natuurlijk dat de rest van de lockdowns niet zo interrent is. En de, ja, dat is, dat, ik vond dat ook. En er zijn nog meer leuke woorden ontstaan tijdens de crisis. Heel veel woorden, ik zal er een paar noemen. Hoest, schaamte, drijf bij uitvaart, coronakapsel en coronomie. Totaal zijn er ongeveer 700 woorden ontwikkeld. De afgelopen 2 maanden die nog niet bestonden. Er wordt een woordenboek gemaakt. Dus ook leuk voor nog even later in te bladeren als je je kleinkinderen wil vertellen over de coronacrisis. Maar goed, we zaten er toen dus middenin. En nu worden we langzaam vrijgelaten. Nederland wordt weer wakker. We kunnen weer allerlei leuke dingen gaan doen. We kunnen weer langzaam naar de kapper. We kunnen weer, de kinderen gaan weer naar school. En ja, terrasjes kunnen weer gepakt worden. Voor heel veel mensen natuurlijk heel belangrijk. Maar wat natuurlijk heel erg leuk is, echt een opsteken voor heel veel mensen, is dat we weer op vakantie kunnen. We kunnen weer op vakantie. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar toen ik dat hoorde, dacht ik, vakantie, daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Want je zal maar op vakantie zijn in een land en er komt weer een crisis aan, dan zit je daar. Maar ja, ik heb een doortastende vrouw en die wilde toch op vakantie. Dus we hebben toch wat geboekt. En geloof het of niet, we gaan met de caravan op vakantie. Ja, dat hebben we jaren gedaan. Maar ja, ik heb mezelf eigenlijk beloofd. Mezelf misschien een beetje bedreigd om dat nooit meer te doen met de caravan. Ik ben geen caravan fan.
Maar ja, we gaan het toch doen met de caravan naar Frankrijk. En ja, de caravan klinkt natuurlijk een beetje suf, en dat is het ook. Maar de caravan is ook heel leuk, want wat je natuurlijk doet is, je neemt je eigen huisje mee, weet je. Je neemt je spulletjes mee, je dekentje en je dingetje, je kussentje, je ponnetje, potje en je pannetje. En je gaat op weg. Je neemt je huis achter je auto mee en je zet je huis neer waar je maar wil. En dit idee, een huis dat je verplaatst, is niet een Nederlands idee. Want er zijn heel veel mensen, Nederlandse mensen met caravans. Maar het is een idee wat veel ouder is. Het is zelfs een idee dat niet van de mens afkomstig is, maar van God. Een verplaatsbaar huis. Het is een heilig idee. Een huis dat je kunt verplaatsen. In Exodus lezen we de opdracht van God aan het Joodse volk om een verplaatsbaar huis te maken. Hier staat het. En zij, dus het Joodse volk, moeten voor mij, en dat was God, een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. En dit heiligdom wordt de tabernakel genoemd. In het Hebreeuws is dat miskan. En die tabernakel was eigenlijk een enorme verplaatsbare tent, met allemaal onderdelen, die ze heel makkelijk weer konden af- en opbouwen, elke keer als ze ergens richting het beloofde land moesten overnachten. En hoe die gebouwd moest worden, is door God haarfijn uitgelegd. En doel van dit alles was dus een miskan, en dat is eigenlijk, de vertaling is een tijdelijk verblijfplaats, voor God te maken, een dwelling place, zoals de Engelse vertaling zegt. En dit verplaatsbare huis was dus niet voor het Joodse volk maar lekker in te slapen, maar zodat God daar kon wonen op hun plek, waar ze op dat moment waren. En je zou het eigenlijk dus kunnen vergelijken met een caravan. Dus je zou het kunnen zeggen, dat is eigenlijk Gods caravan. Caravan of love, zo zou je het ook kunnen noemen. Nu is er met de bouw van die tabernakel iets heel bijzonders aan de hand. Als je een stuk leest in Exodus, dan lees je een aantal woorden, een zevental woorden. En die woorden komen we ook tegen in de schepping. Precies dezelfde woorden. En het mooie is nog, ze komen ook in dezelfde volgorde voor. Dus het maken van de tabernakel door God, of het maken van de tabernakel door het Joodse volk, weerspiegelt God die hemel en aarde, dus de schepping, maakt. En met de schepping maakt God een huis voor de mensen, maar met de tabernakel maken de mensen een huis voor God. Het is een weerspiegeling. En door het gebruik van diezelfde woorden wordt de bouw van de tabernakel op hetzelfde niveau gezet als de schepping. Dat zie je later ook in de tempel terug. Maar de mens die een huis voor God maakt, is dat niet een beetje veel mensenwerk? Ik bedoel, God moet het toch doen? Wat kunnen wij er aan toevoegen? Hè? Wordt er vaak gezegd, God moet het doen en wij zijn alleen maar dienaren en we kijken toe. Mensenwerk, daar kun je toch ook niet voor bouwen? Mensenwerk kan van alles mee misgaan. Nou, zoals jullie weten, dat heb ik al vaker verteld, heb ik, niet heel dramatisch, maar ik heb last van hoogtevrees. Nou, hoogtevrees is in Nederland niet zo erg, want zolang je gewoon blijft lopen op de grond in Nederland, is er niks aan de hand, want het is niet hoog genoeg. Maar als je op vakantie gaat, bijvoorbeeld in Frankrijk of in Italië, en je gaat een leuke wandeling maken, kom je zomaar toevallig misschien op zo'n smal bergpaadje terecht, of je kijkt opeens uit in een enorme, diepe vallei. Nou, wat er dan gebeurt, misschien hebben mensen, mensen die kijken misschien ook hoogtevrees. Wat er gebeurt is, je verslapt een beetje, daarna verstijf je een beetje, dan wordt het zwart voor je ogen, je benen gaan bibberen en je denkt dat je laatste uur geslagen is. Dat is ongeveer hoogtevrees. En het is natuurlijk ook heel grappig, want als we weer zo'n wandeling hadden gedaan in de bergen en ik had het weer gehad, dan gingen we daar smakelijk om lachen natuurlijk, tijdens het eten en tijdens onder het genot van een wijntje natuurlijk. Ik moest er zelf ook om lachen achteraf, omdat het altijd goed afloopt, is ook geen gegronde vrees. Maar die maat van mij, die kan in een circus, want die gaat over elk rotsje loopt, die de smalle berg, maakt hem helemaal niet uit. Hij slingert over alleen, lijkt net een aap. Maar op een keer vroeg ik hem, na weer zo'n debakel van mij en na zo'n lachsalvo s'avonds, vroeg ik hem, joh, maar heb jij nou nooit hoogtevrees?
Toen zei hij, nou, ik heb wat hoogtevrees, maar alleen door mensen gemaakte constructies. Dus zodra het mensenwerk wordt, word ik bang. Bijvoorbeeld een Eiffeltoren of een Euromast. Hij zegt, als ik afhankelijk ben van mijn veiligheid, van mensen, dan word ik bang. En dat klinkt logisch. Mensenwerk is eigenlijk niet te vertrouwen. Zoals jullie weten ben ik lasser van beroep. En we maken bruggen. En die bruggen, daar zitten heel veel veiligheidseisen op. En dat is ook niet zo gek. Want zo'n brug moet natuurlijk niet instorten. Dat is niet de bedoeling. En het gebeurt ook regelmatig dat dingen instorten. Hè. In Italië regelmatig bruggen. Vorig jaar in Nederland een stadiondak. En de fout was constructiefouten. Dus mensen maken fouten. En de vroege Romeinen, dat is een heel grappig verhaal, de vroege Romeinen wisten wel een manier om de veiligheid te garanderen van een brug trouwens. De maker van de brug, die moest verplicht 6 maanden onder de brug slapen, zodat ze zeker wisten dat hij de brug goed zou maken. Dat wist hij ook van tevoren. Dus hij zorgde wel dat die brug goed was. En als hij het niet goed had gedaan, dan kon die fout natuurlijk niet nog een tweede keer maken. Zo garandeerden ze de veiligheid van de bruggen. Maar niet alleen wat de mens fysiek in elkaar knutselt, is niet te vertrouwen. Ook wat de mens geestelijk voortbrengt, is ook heel link, vaak. Als wij de 20e eeuw bekijken, hoe het gegaan is, dan zien we dat er is enorm veel leed veroorzaakt door de mensen de verkeerde keuzes maakten. Doordat ze beslissingen maakten die heel veel levens kosten. We hoeven alleen maar de 2 wereldoorlogen na te kijken. En er zijn 65 miljoen doden te betreuren geweest. En aan de intelligentie van de mens ligt het niet. Hè? Mensen zijn heel slim en wijs. De eeuwen voor de 20e eeuw waren eeuwen waarin heel veel wijsheid naar voren kwam. De industriële revolutie is daar ontstaan. De verlichting is daar ontstaan. Heel veel mensen dachten wijs te zijn, maar toch. Op de een manier maken mensen zulke keuzes dat ze, ondanks hun intelligentie, toch weer in verkeerde situaties terechtkomen. En ook de Bijbel getuigt van het onvermogen van de mens. Dat zien we al in Genesis. De basis van de Bijbel zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament, de Torah. Genesis spreekt over dat de mens zo'n verkeerde keuze maakt, dat het enorm gevolg heeft, tot nu toe. En in de hele Bijbel door zien we dat de mens er een potje van maakt. God die grijpt af en toe in en hij stuurt zijn profeten. Maar het gaat heel vaak helemaal verkeerd. En de geschiedenis van de Bijbel laat 1 ding zien. De mens lijkt niet geschikt voor zijn taak. Hij lijkt niet opgewassen tegen de taak die hij van God heeft gehad. Dat we moeten heersen, hè? Dat we het rentmeesterschap goed moeten uitoefenen over de aarde. En het grappige is dat hij ook niet lijkt te leren van zijn fouten. Elke keer maakt hij dezelfde fouten. En toch is hij niet de enige die niet van zijn fouten wil leren. Er is nog iemand die niet lijkt te willen leren van de menselijke fouten. En dat is God zelf. God zelf vertrouwt, blijft de mensen maar vertrouwen. Hij blijft maar opnieuw beginnen met de mensen. Hij blijft maar te zeggen van oké, dit heb je verkeerd gedaan, maar ik mag opnieuw beginnen. Hij blijft de mens vertrouwen opnieuw. En opnieuw en opnieuw. En als je mij vraagt, heeft God een te boze bril op. Hij kijkt met veel te veel vertrouwen naar de mens. Want hij blijft maar doorgaan. En opnieuw en opnieuw. Waarvoor doet hij dit? Wat is de reden? Waarvoor grijpt hij niet wat vaker zelf in? Waarvoor doet hij dat niet? Dan hoeft een mens tenminste niet te doen waar hij slecht in is. En dan kan God doen waar hij goed in is. Dat is de aarde redden. Dat is de bedoeling toch? Waarom is God zo gebrand op het idee alles aan een mens over te laten, terwijl de mens al lang al bewezen heeft dat hij het niet kan? Waarvoor neemt God zelf de touwtjes niet aan? Nou, op de vlucht uit Egypte, dan kunnen we zien een beetje de reden. Op de vlucht uit Egypte wordt het Joodse volk geconfronteerd met 2 vijanden. Egypte en Amalek. Voor de doortocht door de Rode Zee worden ze aangevallen door de Egyptenaren. En na de doortocht worden ze aangevallen door de Amalekieten. En op het moment dat ze door Egypte worden aangevallen, zegt Mozes tegen het volk: de Heer zal voor u strijden, u hoeft niets te doen. Nou, dat is mooi, ze hoefden niets te doen. God
Je grijpt rechtstreeks in. Het is een bovennatuurlijke interventie. En het Joodse volk, die stond erbij. En die keek ernaar. Maar op het moment dat ze door de Amalekieten werden aangevallen, zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan en met in mijn hand de staf van God. Beide gevechten, zowel de Egyptische tegen de Egyptenaren als tegen de Amalekieten, worden gewonnen. De een wordt gewonnen door God, volledig aan God toe te schrijven. God kwam, zag en overwon. Maar de tweede is een samenwerkingsverband tussen God, Mozes en het volk. En wat we zien is dat er innerlijk iets gebeurt met het Joodse volk na het tweede gevecht, na het gevecht tegen de Amalekieten. Voor en na het eerste gevecht hoor je volle klagen dat ze terug willen naar Egypte. We willen terug. En zelfs net voor het gevecht tegen de Amalekieten roept Mozes uit: wat moet ik met dit volk beginnen? Ze klagen en ze klagen. Wat moet ik ermee? Want ze bleven klagen, ondanks dat God voor hen had gevochten en ze zijn wonderen en kracht en teken hadden gezien. Maar na het tweede gevecht, waarin ze samenwerkten met God, is de aanklacht weg. De klaagzang is weg. Het is alsof een ander volk opstaat na het gevecht met de Amalekieten. En wat is de les? Nou, God kan voor ons vechten, maar dat doet hij niet. Omdat hij weet dat het ons niet blijvend zal veranderen. De strijd die voor ons gevochten wordt is wel mooi, want we weten dat wordt er gewonnen. Maar als we het zelf doen, dan is die overwinning deels ook aan ons. En dat zal ons karakter veranderen. God wil dat we opgroeien, maar dat gaat er niet gebeuren zolang hij voor ons de kastanjes uit het vuur haalt. We zullen zelf aan de bak moeten. Alleen dat zal ons karakter vormen. En terug naar de tabernakel. Terug naar de caravan van God. Stel je voor dat je toevallig lang was gelopen. En je zag ze bezig, al die mensen. En je wist van God nog gebod. Je wist niks. Je ziet mensen alleen maar bezig. En wat denk je dan? Ja, mensenwerk. Allemaal mensenwerk. Had je zo kunnen oordelen? Allemaal mensenwerk. Gedoemd om te mislukken. Want dat weet je. Want mensenwerk is niet te vertrouwen. Maar wat er werkelijkheid gebeurt, de geestelijke werkelijkheid erachter is, dat het Joodse volk ruimte maakt, zodat God in deze wereld die ruimte kan vullen. En niet alleen ruimte in het tabernakel, ze maken ook ruimte in hun leven, in hun hart, zodat God met zijn geest in hun hart kan wonen. Gods geest is geen inbreker of rover. Hij komt alleen daar waar er door mensenwerk ruimte voor hem is gemaakt. En we leven ruim 2000 jaar na de uitstorting door de geest. 2000 jaar nadat Jezus heeft gezegd: gij zult grotere dingen doen dan ik. Grotere dingen. En nog vragen we, zoals Petrus 2000 jaar geleden vroeg, nog vragen wij dat ook nog steeds. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En het gaat even niet om de vraag, maar het gaat om de gedachte erachter. De gedachte erachter is: God, wilt u even rechtstreeks ingrijpen? Wilt u het even in orde maken voor ons, zonder dat wij aan de bak hoeven? Maar wat antwoordt Jezus? Het gaat u niks aan. U zult mijn getuige zijn. Anders gezegd, het is niet aan jullie. Het is nu aan jullie wat jullie nu gaan doen. Ik heb gedaan wat ik kon. Heb jullie een voorbeeld gesteld? Heb jullie meegenomen? Hebben jullie geleerd? Ben je met jullie op weg gegaan? We hebben jullie gekruisigd? Heb het kwaad tentoongesteld? Machteloos gemaakt? En ben voor jullie opgestaan? Wees dan mijn getuige, ontvang de geest en ga ruimte maken voor mij in deze wereld. Niet de volgende wereld, maar in deze. De volgende wereld gaat Jezus ruimte maken voor ons. Maar in deze wereld mogen wij ruimte maken voor hem. En als gemeente en als persoon zijn we geroepen om ruimte te maken voor God in deze wereld. En ieder mag dat doen met zijn eigen specialiteit. Wat hij kan. Net zoals ieder Joods individu, ieder Joods persoon tijdens de tabernakel, de bouw van de tabernakel, zijn eigen specialiteit inzetten om iets moois, om de ruimte te maken voor God. Zo mogen wij dat doen, met je eigen mensenwerk. Want wij zijn, zoals Petrus zegt, en daar wil ik u deze morgen ook mee zegenen en afsluiten,
een koninklijk priesterschap, een heilig volk, opdat wij de deugden zouden verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Amen. Yes, nou bedankt Jan voor je woord, top. En zoals gezegd, laten we Jan gewoon bemoedigen om wie die is. En dat zal hij echt leuk vinden. En laten we ook gewoon zo de week in gaan. Hè? We hebben mooie weer impulsen gekregen vanmorgen om gewoon met God aan de slag te gaan. En ik wil toch ook vandaag gaan aantippen. Ga gewoon in je wijk, je buurt waar je woont, je familie, bedrijf waar je werkt. Hè? Zoek en bid voor die momenten dat je gewoon Gods Koninkrijk mag laten zien door jouw leven heen. Want daarvoor ben je gemaakt. Dus daarvoor zijn we allemaal gemaakt. We zijn levende tempels van God. En hij wil graag met zijn geest, ja, als het ware, in ons wonen. En dat, ja, hij wil eruit. Hij wil zo graag eruit. Dus dan wil ik je gewoon zegenen dat je daarin de kansen mag zien. En gewoon God mag laten zien in de maatschappij. Nou, heel veel zegen deze week. Hou je haaks. Blijf gezond. En blijf lachen. Tot de volgende keer.